Ja, nog twee weken, één dag. Dan gaat de deur op slot. Ja, dan moet ik het tegenaan. Dan gaat het echt beginnen eindelijk. Ja, dan moet het echt beginnen. Uh, Drie van de request. Dit jaar natuurlijk voor uh, vrouwen en meisjes in conflictgebieden die uh, slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Heel goed. goed. Ja, heel goed. Ja, het is een lange zin. Ja, ja, ja het is een mond vol. Maar heel belangrijk doel dat we samen met het Rode Kruis hebben gekozen dit jaar. Ja, want waarom is het zo belangrijk? <grijt> het gaat om miljoenen slachtoffers per jaar. Het gaat om uh, uh, vrouwen en meisjes die hulp nodig hebben. Die ook snel hulp nodig hebben. Maar ook uh, slachtoffers, vrouwen en meisjes die überhaupt niet weten waarom ze hulp nodig hebben. Er is voorlichting nodig, er is opvang nodig. Het is een enorm uh, probleem waar heel veel geld voor nodig is. Ja, Want ja, dan gaan we geld inzamelen. En wat gaat er dan met dat geld gebeuren? Ja, dat is heel moeilijk. We hebben de afgelopen jaren hebben we natuurlijk met het Rode Kruis steeds een stille ramp gekozen. Waarbij we ook kunnen zeggen: als je 10 euro doneert, dan, kunnen, uh, dan kan het Rode Kruis dit doen. Dat is dit jaar anders, omdat het echt om personen gaat, om individuen. En die hebben allemaal ook individuele hulp nodig. En uh, dan gaat het dus, nou, zoals ik al zei, om opvang. Het gaat om uh, psychosociale hulp. Het is vooral heel belangrijk dat die meisjes uiteindelijk weer uh, na dit soort traumatische ervaringen terug kunnen komen in de samenleving en weer een, een leven kunnen gaan opbouwen. Dat is ook wel een heel moeilijk onderwerp, blijkbaar, me. Want ja, je moet daar wel gaan zitten. En laten we eerlijk zijn, uh, Series, ik was is altijd een feest om naar te kijken. En het lijkt me helemaal een feest ook om er zelf in te zitten. Zie je daar tegenop dat, dat je wel echt ja, in je achterhoofd moet houden ja, het is best wel een heftig doel? Nou ja, het is ieder jaar natuurlijk een heftig doel. En uh, dit jaar is het wel heftiger dan ooit, denk ik. Ook omdat er een ontzettend taboe rust op, uh, op seksueel misbruik, overal ter wereld. Um, en daarom ben ik heel blij dat Eer Korton voor 3FM Series Request naar Colombia is gegaan. Heeft daar verhalen opgetekend. Dat zijn uh, vreselijke verhalen om aan te horen. Die maken mij en iedereen die ze hoort onwijs boos. Uh, maar daarmee kunnen we wel meteen ook de noodzaak aanduiden... waarom het Rode Kruis geld nodig heeft om deze meisjes, om deze vrouwen uh, te helpen. Uh, daarnaast is Koen natuurlijk, Koen Zwijnenberg, is naar Colombia gegaan. Heeft daar ook uh, blogs over geschreven. Die verschijnen nu op 3FM.nl. En als je dat leest, dan weet je waar het over gaat. Als we dat gevoel en die informatie kunnen overbrengen, dan kunnen we daarnaast ook nog een feestje bouwen. En die twee ingrediënten, als die twee sa die werelden samenkomen, dan kunnen we volgens mij een heel mooie week tegemoet gaan. Ja, het is voor jou ook de eerste keer. Uh, heb je nog dingen waar je heel veel naar uitkijkt? Uh, ja, nou sowieso de hele week. Ik vind het is, moet nu wel beginnen, dat merk ik echt. Het begin een beetje ongeduldig te worden ook en onrustig. Maar waar ik vooral uh, naar uitkijk is toch kerstavond. En niet omdat we dan weer uit het glazen huis mogen en een appel mogen eten. Maar omdat we dan waarschijnlijk hopelijk een heel mooi bedrag uh, te zien krijgen dat het meteen naar het Rode Kruis, uh, aan het Rode Kruis gegeven wordt. Het wordt ieder jaar meer en meer. Hoeveel was het vorig jaar ook weer? 12,3 miljoen afgerond. Oei, gaan we daaroverheen dit jaar? Dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Het is geen wedstrijd. En ieder jaar houden we er rekening mee dat het minder kan zijn dan vorig jaar. We houden er natuurlijk ook rekening mee dat het meer kan zijn dan vorig jaar. Kijk, wat je niet moet vergeten, je, je zei het al, het is feest, maar we beginnen op 18 december gewoon op nul. We hebben, we hebben niks, we moeten weer helemaal opnieuw beginnen. Um, kijk, ik ga er blind van uit dat de mensen er mensen herhalen weten te vinden, dat ze ons glazen huis weten te vinden op de grote markt. Maar ja, daarna is het natuurlijk maar afwachten wie gaat wat ophalen, welke acties worden er georganiseerd. Op kominactie.nl zien we al een heel mooi bedrag steeds verder groeien en groeien van acties die nu al lopen. En dat is het uiteindelijk het belangrijkste, iedere euro die telt. Ja, wat voor gevoel geeft dat trouwens? Al die acties die door het hele land gehouden worden, hoe, ja, het leeft echt enorm. Geeft dat, ja, hoe zo'n kick geeft dat? Ja, let's ieder jaar vind ik dat al echt heel bijzonder. Omdat ieder jaar uh, gooien we die actiesite open, kom actie.nl dus, daar kun je, je actie aanmelden. En uh, ieder jaar zien we ook dat het steeds eerder begint, dat mensen echt al in augustus bij wijze van spreken zin krijgen in KAU en in 3 Series Serious Request. Ja, dat is heel gaaf als je ziet dat heel Nederland zich inzet voor zo'n belangrijk doel. En uh, zoveel mensen willen helpen aan het, de stille ram die 3FM Series Request gekozen heeft met het Rode Kruis. Dat is hartverwarmend. Ja, fantastisch. Tot slot, wat ga je het allermeeste missen? Mijn vriendin natuurlijk. Uh, nee, ik denk, uh, daar ben ik inmiddels wel achter. Dat heb ik uh, een beetje bijgehouden sinds ik weet dat ik in het glazen huis uh, mag gaan zitten. Het naar de la lopen en er iets uitpakken. Ik, ik dat, het lunchen en het dineren, en dat kan ik allemaal wel missen, denk ik. Het zijn echt die tussendoor snacks, die ook verschrikkelijk fout zijn voor je natuurlijk. Maar even een gevulde koek pakken, dat kan straks niet zes dagen lang. Dat wordt wel even, dat wordt wel even wennen. Wordt even afzien. Ja. ja, dat denk ik wel, ja. Want ja, wat krijg je zoal? Een shake met, met asperges? En wat zit er Asperges, rode bieten, spinazie, bloemkool, appel. Ik heb alles voorbij horen komen. Dan uh, nou ben ik gelukkig een makkelijke eter. Ik weet van Koen bijvoorbeeld dat hij daar iets meer moeite mee heeft. Dus het zou ook kunnen zijn dat ik Koen gewoon de hele week kan uitlachen omdat hij weer een, een sapje niet lust. Nou ja, wij wensen in ieder geval heel veel sterkte. En we hopen natuurlijk dat we jou aan het eind van de week samen met je collega's een uh, fantastische check mogen ja, aanbieden. Ik hoop het ook. En onwijs bedankt voor al jullie inzet en uh, de prachtige actie die jullie met RTVM doen op dit moment. Heel oh, graag gedaan. Dankjewel. Hi, ik ben Domien Verschuren, een van de drie bewoners van het glazen huis van 3FM Serious Request 2014. En ik wil je vragen om langs te komen bij het glazen huis Emmen van RTVM Emme en het Esdal College. Geef gul, geef voor het Rode Kruis, geef voor 3FM Serious Request. Dankjewel.